Tempo gaat nog een keer omhoog. Cartuso Boko leidt, Kaboom ligt tweede, Velten Valerie op plaats 3 en vierde ook aangesloten Juliet. Daar komt Eyecatcher C aan de buitenkant naar voren en die gaat naar plaats 5. Die wil natuurlijk verder dan plaats 5. 16-5 is de tussentijd. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Leiding in handen van Cartuso Boko. Kaboom ligt op plaats 2. Daar komt aan de buitenkant Eyecatcher C. Aan de relingzijde daarnaast ligt Velten Valerie en daarachter Juliet. Die 5 paarden hebben zich afgescheiden van de rest en ze zijn halverwege de Tjarda bocht. En Cartuso Boko probeert nog een keer te versnellen. Galoppade daar van Eyecatcher C. Paarden ronden de laatste bocht. Cartuso Boko. Nummer 8, galop nummer 8. Daarachter aan de buitenkant Kaboom. En nu wordt naar het derde spoor genomen Velten Valerie. Velten Valerie gaat het ook nog proberen. Het is Kaboom die heeft overgenomen. Velten Valerie aan de buitenzijde. Velten Valerie aan de buitenzijde loopt wel iets in. Velten Valerie aan de buitenzijde. Kaboom aan de buitenzijde. Die loopt ook ietsje naar buiten. Kaboom, Velten Valerie. We gaan op weg naar de streep. Kaboom blijft voor Velten Valerie. Derde is Cartuso Boko. En de uitslag van de tweede Alkmaar XXL Trophy is inmiddels officieel. Winnaars zijn Kaboom en Tom Kooijman in een mooie kilometertijd van 1:15:02. Tom, gefeliciteerd. Het hele jaar super gelopen, nog niet gewonnen. Dit zijn perfecte concept voor Kaboom. Ja, maar zo krijg je die paarden ook weer aan de start. Hè. Dan krijg je de koersdagen weer vol. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè. Prachtig initiatief die koers en je ziet het, er komen 36 paarden hier naartoe. Voor de Alkmaar af, dus dat is ideaal. En op Alkmaar lopen ze en hier, dus ja, worden twee uur gewassen, hè, zo. Ja, absoluut, het is een prachtig concept dat hier gelijk toeslaat. Je leek even kind van de rekening te worden met de dode spoor. Ja, het werd gelukkig heel professioneel opgelost. Er zijn gelukkig ook collega's die het wel begrijpen hoe het koers weer lezen werkt. Dat is altijd fijn, hè. Dat je zo die ruimte kreeg en hem op speed kon rijden. We gaven er een beetje gas bij en er werd meegewerkt. Hè. Zo werkt het met elkaar. Als je met elkaar rijdt, dan moet je wel eens wat geven en wel eens wat nemen. En als je allemaal wat geeft, dan neem je ook allemaal wat. Klaar, zo werkt het. Mooi opgelost. Tom, een mooie overwinning vandaag. Hoe draait het met je eigen stal? Heb je zelf nog paarden voor deze winter? Heel weinig. We hebben een rasje gehouden 2 maanden geleden. Alle paarden die helemaal niet meer goed genoeg waren, ook niet voor Alkmaar, die zijn eruit gegaan. Dus ik hield er een stuk of 10 over. Nu zijn er weer natuurlijk 4-5 bij, dus het gaat hier de goede kant op, Ferry. Weer doorgeselecteerd voor de toekomst. Ja, je rijdt goud te lang door en de mensen wilden ze niet wegdoen. Maar ja, elke week hier naartoe rijden en 9e worden, dat schiet ook niet op, Ferry. Dus op een gegeven moment moet je gewoon afscheid nemen en zorgen dat er wat nieuws komt. Begrijpelijke keuze en soms moet je snoeien om weer iets te laten groeien. Ja, zeker. Heel goed. Super, Tom. Gefeliciteerd. Dankjewel. En dames en heren, Kaboom is een 4-jarige donkerbruine merrie van Explosive Matter uit Andalus. Gefokt door de Patrick Davidson, Henk Zonderman en Jeroen Engwerda. In eigendom van Stal PD, trainer Bas Krebas en rijder Tom Kooijman. En ze winnen hier in een kilometertijd van 1:15:02. En daarmee is de tweede Alkmaar XXL Trophy in feit. Tweede de 6 Velten Valerie. Derde de 10 Cartuso Boko. Vierde de 2 Juliet. En vijfde de 1 Joep Zwageman. 7, 6, 10, 2, 1 officieel. Start is gevallen. Midden van de baan is Juliet goed weg. En ook aan de buitenkant Velten Valerie. En zo gaan de paarden de bocht in. En het is Juliet die leidt. Velten Valerie die nog wellicht daarachter gaat. Of ook niet. Rick Ebbing heeft daar nog niet voor gekozen. Hij pakt nu de binnenstang erbij en hij rijdt door naar voren naar de kop. Achter hem aan komt al de favoriet mee naar voren. Dat is Cartuso Boko. En dat zou inhouden als Velten Valerie nu overneemt en Cartuso Boko daar weer overheen gaat. Dat de tweede favoriet ook de rug van de favoriet zou krijgen. Gaan het zo zien, want Cartuso Boko is onderweg naar voren. Velten Valerie ligt inmiddels aan kop en daar komt Cartuso Boko aan. En die gaat overnemen. Achter hem aan komt Kaboom mee naar voren. Die wordt dan een beetje het kind van de rekening. Tenzij Jaap van Rijn dat ook nog op gaat lossen voor Tom Kooijman. En de eerste tussentijd hebben we, als het goed is, al gezien.
Alleen ik heb hem niet gezien. 1.14.5. Paarden gaan dan de bocht in en het is Catuso Boco die leidt. Catuso Boco, daarachter kan Kaboom nu plaatsnemen. De derde plaats is voor Velten Valérie. De vierde plaats, daarachter ligt Juliette. En daarachter aan de relingszijde Joep Zwageman. Heeft aan de buitenkant naast zich Jewel Starlake. Dan volgt daarachter Eye Catcher C. En daarachter is het dan aan de relingszijde nummer 3 van Happy Charisma. Hekkensluiter op dit moment is Full Rich van Assen. Paard in de rechte lijn voor de tribune. Jaap Verijn heeft het tempo wat gedrukt. Alhoewel, valt wel mee. 13-8. Dan houdt het behoorlijk tempo dus vooraan. En dat houdt in dat de deelnemers erachter behoorlijk wat moeten doen. Ze sluiten wel allemaal aan. Op de tweede plek ligt Kaboom. Derde is Velten Valérie. Eerste paard aan de buitenkant nu opkomend is Jewel Starlake. Die komt schuin naast Juliette. Daarachter aan de relingzijde Joep Zwageman. Dan Eyecatcher C, die nog even in de wachtkamer wordt gehouden. Maar die wachtkamer gaat hij zo verlaten. Daar heeft het alle schijn van, want hij gaat nu al een spoortje naar buiten. Zo komen de paarden in de rechte lijn aan de overzijde. Tempo gaat nog een keer omhoog. Catuso Boco leidt. Kaboom ligt tweede. Velten Valérie op plaats 3. En de vierde ook aangesloten Juliette. Daar komt Eyecatcher C aan de buitenkant naar voren. En die gaat naar plaats 5. Die wil natuurlijk verder dan plaats 5. 16-5 is de tussentijd. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Leiding in handen van Catuso Boco. Kaboom ligt op plaats 2. Daar komt aan de buitenkant Eyecatcher C. Aan de relingzijde daarnaast ligt Velten Valérie. En daarachter Juliette. Die vijf paarden hebben zich afgescheiden van de rest en ze zijn halverwege de Tjaarda bocht. En Catuso Boco probeert nog een keer te versnellen. Galopade daar van Eyecatcher C. Paarden ronden de laatste bocht. Catuso Boco. Nummer 8, galop nummer 8. Daarachter aan de buitenkant Kaboom. En nu wordt naar het derde spoor genomen Velten Valérie. Velten Valérie gaat het ook nog proberen. Het is Kaboom die heeft overgenomen. Velten Valérie aan de buitenzijde. Velten Valérie aan de buitenzijde loopt wel iets in. Velten Valérie aan de buitenzijde. Kaboom aan de buitenzijde. Die loopt ook ietsje naar buiten. Kaboom, Velten Valérie. We gaan op weg naar de streep. Kaboom blijft voor Velten Valérie. Derde is Catuso Boco.